Het shirt is uitgelekt, begreep ik, hè? Van Memphis Depay. Dus ja. Barcelona is al rond, klaar blijkt. Ja, volgens mij wel. Hij is natuurlijk weggaan bij SEG, hè? Bij dat makelaarskantoor. Ja. Heel gedoe financieel. Ja, met de vrij en het huwelijk en zo. Klopt, dat, nou, dat ja. zou hij dan zelf doen. Maar ze moeten alleen nog handtekeningen hebben. Dus dan weet je al dat eigenlijk alles rond is. Ze hebben een verbeterde aanbieding gedaan. Logisch, want anders zijn ze bang dat hij ook naar Parijs gaat. Ja. Dus wat dat betreft, volgens mij zijn het alleen nog maar formaliteit. En dan is het rond. Oké. Okay. Rinus Israël zei vandaag in de Telegraaf dat hij eigenlijk vindt dat hij altijd aan de zijkant moet spelen, omdat hij veel risico in zijn spel legt. En dan als er bij balverlies is het minder risicovol. Hij vergeleken met Ziyech in zijn eerste jaar dat hij te veel centraal speelde, de bal verloor en dat het misging. En aan de zijkant ging Ziyech echt pas goed spelen. Zijn jullie het met Rinus Israël eens? Ja, weet je, ik ben het 100.000% met Rinus eens, maar hij wil het zelf. Nee, ja. dat is het probleem. Hij ja. wil het zelf. Ja, dat ga je al. Van de linkerkant is hij het beste. Ik bedoel, het is inderdaad zo dat als jij elke keer in de... En gisteren maakt het niet uit, hè? Gebeurde het op de 16. Dan maakt het niet uit. Maar hij flikt het ook op het middenveld. Hè? Ja. Dat hij die bal met... Dus zijn allebei gevaccineerd, voor de duidelijkheid. Ja, jij dus twee keer toch? Ja. Eén keer jij pas. Eén keer. Ik twee keer. Ik gisteren weer. Hè? Lekker man. Ik moet maar 3 maanden wachten, man. Jij moet 3 maanden wachten. Niet te geloven. Ja. Maar hij deed het gisteren op plaatsen waar het kon. Dat wilde jij zeggen. Gisteren deed hij het op plaatsen waar het kon. Maar dat kwam omdat die tegenstanders er ver inzakten. Maar hij zou het ook flikken tegen Duitsland dat hij die bal bij de vrij haalt, dat hij de 4 wil passeren. Ja, dat moet hij niet doen. En dan ben je de lul. Dan ben je de aap gelogeerd. Nee, maar ik bedoel, ik zeg net, de spelers zijn de baas, maar dat geldt ook in zo'n elftal. Want hij gaat lopen mokken als hij niet in het centrum mag spelen. Ja. Dan zie je aan zijn lichaamstaal dat hij met frisse tegenzin aan de linkerkant moet spelen. Ja. En dat is voor een trainer best een probleem om die keus te bepalen. Maar weet je wat het is, Johan? Özil, altijd op 10 gespeeld. Maar dan zegt die trainer wel, begin van het seizoen moet je er wel 15 maken en 20 voorbereiden. Dan mag je daar spelen. Isco precies hetzelfde. En zo moet je het ook een beetje zien met onze vriend Depay. Maar kijk, weet je, ja, maar hij gaat nu naar een club dat hij de eerstvolgende jaar... hij mag nu de eerstkomende 12 maanden geen corner meer nemen. Geen vrije trap meer nemen. Oh, die kleine tering. Ja, die kleine tering aannemen alles natuurlijk. Ja, die bedoel je, ja. Hij mag niet meer, hij mag zelfs zijn suikerklontjes niet meer in de thee. Doet die kleine ook. Ja. Hij zijn tanden poetsen, moet hij nadat die kleine zijn tanden gepoetst heeft. Ja. Weet je, in principe ben je het lulletje rozenwater als je nadat die kleine spelen. Dus hij denkt dat hij niet meer mag, vrije trapjes mag nemen en zo. Hij gaat bij Barcelona nooit in de spits spelen. Nee, maar dat wou ik zeggen. Hij heeft wel de flair om gewoon zo'n bal te pakken is en wel te nemen. Is ook zo, maar kijk. Natuurlijk gaat Aguero in de spits spelen als die gewoon fit is. Dat is wel een speler die minder risico... Ja, hij legt heel erg zo. Ik las het loopt een beetje weg, want we moeten het ook heel zelf doen. Dan las ik 25 keer balverlies, is veel. Ja, maar je hebt het nou over Messi. Ik heb het over Memphis. Nee. Ik bedoel dat je positie... Maar die speelt zoals aan de rechterkant in dezelfde positie... waar wij het over hebben van Depay, weet je wel? Ja. Dat is altijd aanspelbaar als je daar gaat spelen. Absoluut waar. Even terug naar het Nederlands elftal. Vreugde. Waarom wil jij steeds terug naar het Nederlands elftal? Dat schijnt het programma Oranje zo meteen. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft. Maar er zat een directeur net. We kunnen overleggen om het niet meer te doen. Hè? Dat we een andere naam aan geven. Toch? Waarom? Nou, omdat we gaan niet over Oranje praten. Dan gaan we over Loestig en andere dingen praten. Maar dan gaan we het ook anders noemen. We kunnen het ook anders noemen. Ja, ik vind het best. Ja, nou, daar gaan we over nadenken. Wat belangrijkste... Dan willen we ook een andere presentator. Nee, hoor. Nou, Helene kan het zo opnemen. Kan ik op... Zo, mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronicainsite.nl.